Om veteranen te eren sprongen honderden parachutisten boven de Ginkelse Heide. Tienduizenden toeschouwers waren aanwezig bij de jaarlijkse droppings. Vanaf de Rijn zien mensen hoe ingewikkeld operatie Market Garden eigenlijk was. Als je hier bent, dan krijg je een veel beter beeld van wat zich toen heeft afgespeeld. En onder een stralend zonnetje trok het fruitcorso door de straten van Tiel. Goedenavond. Op traditionele wijze werd vanochtend op de Ginkelse Heide stilgestaan bij operatie Market Garden. Leden van de luchtmobiele brigade en van Parachute Group Holland waagden vandaag boven de heide de sprong. Hoe zat het ook alweer? In september 1944 kon boven Gelderland 3 dagen lang een regen aan parachutisten naar beneden om vanuit daar naar Arnhem op te trekken. Met maar 1 doel, Oost-Nederland zo snel mogelijk bevrijden en doorstoten naar Berlijn. Maar de operatie loopt vast door groot verzet bij de Rijnbrug. Operatie Market Garden mislukt. En met de jaarlijkse droppings op de Ginkelse Heide worden de luchtlandingen in september 1944 herdacht. En het weer was vanochtend perfect voor zowel de parachutisten als het publiek. Want net als elk jaar zijn er tienduizenden mensen op afgekomen. En al die mensen staan massaal omhoog te kijken als de parachutisten naar beneden komen. Want wat is het een indrukwekkend gezicht. Het is mooi weer. Mensen nemen stoeltjes mee, leggen kleedjes neer om het allemaal goed te kunnen bekijken. Maar er is natuurlijk ook een stukje historisch besef. Want de mensen realiseren zich maar al te goed wat zich hier allemaal heeft afgespeeld in 1944. Ik ben met de zoon van een veteraan die in... 18 september 1944 hier gesprongen is. En dankzij zijn vader staan we hier. Waarom wilde je hierbij zijn vandaag? Ja, toch het gevoel hè, van de bevrijding meemaken. Ja, je hebt nog ouders die dat hebben meegemaakt, dus vandaar. Is het belangrijk om dat je dochter mee te geven? Zeker, ja. Waarom? Ja, het is toch een stukje geschiedenis van Nederland. En dat moet gewoon nooit vergeten worden. Waarom zijn jullie hier gekomen vandaag? Kijk, het springen natuurlijk, hè? Vliegtuigen, parachutes, leuk. Net met de hand voor de ogen centuren, hoe zag het eruit? Ja, heel mooi. Ja, leuk hoor, ieder jaar hier. We komen ieder jaar, dus dat is hartstikke leuk. What did you think of the ceremony? I think it's absolutely brilliant. The organisation is great. Pleasure to be here and remember it all. It's the sake of my father and all those that died here during the battle. Ja, het blijven indrukwekkende beelden. Maar ook op andere plekken is er aandacht voor de gebeurtenissen van Market Garden, zoals op de Rijn, met speciale airborne herdenkingsvaarten. Vanaf de Rijn zie je hoe ingewikkeld de operatie eigenlijk was. Nachttoeven. Die zouden worden verdropt bij Eindhoven, bij Groesbeek en hier in de omgeving van Arnhem. Beter bekend als operatie Market Garden. Hier bij het Drielse Veer in Oosterbeek start de excursie. Oké, handjes weg. Roger. Ik woon sinds kort in het Veenendaal. En ik wil er wel enige verdieping in de geschiedenis van deze omgeving. En ja, dat is de reden waarom ik hier gekomen ben. Ik volg een aantal troepen, eigenlijk al vanaf Normandië, vanaf Utah Beach. En nou, zo langzamerhand kom ik gewoon hier terecht en volg nu ook Market Garden van verschillende kanten. Hier in deze omgeving spreekt dat heel erg en om het nu eens op een andere manier te beleven, hebben wij deze vaarten in het leven geroepen. Hier heeft de sleutelrol van de huidige vrijheid zich afgespeeld. Ja, eigenlijk wel, zo kan je het wel stellen. En als je hier bent, dan krijg je een veel beter beeld van wat zich toen heeft afgespeeld. Dit is dus de plek vanuit het kerkje waar ze hier naar de oever gingen. En dus overstaken richting de Betuwe. Eenmaal in Arnhem eindigt het toch bij het museum om daarna weer terug te varen naar het beginpunt. Ja, alles rondom de herdenkingen van dit weekend kunt u nog eens rustig terugkijken op de speciale Market Garden pagina op onze website gld.nl. Dan iets heel anders. Het fruitcorso trok vandaag weer door de straten van Tiel. 11 grote praalwagens vol met fruit, groenten en zaden werden getoond aan het publiek. Vrijwilligers uit Tiel en omliggende dorpen in de Betuwe zijn er maandenlang druk mee geweest. Dans mee op de deining van de zee en laat je verrassen.
door koraal. De Kosserbouwers hebben maandenlang gebouwd en zelfs vanochtend vroeg werd er nog de laatste hand gelegd aan de wagens. Maar 7:15 klaar. 7:15 vanochtend? Ja, 7:15. Ja, dan, hoe voelt het dan dat hij er nu aankomt? Ja, schitterend. Want we hebben hem natuurlijk ook al uit de schuur zien komen, uit de hal. Ja, je ziet echt wat. Wij zijn in juni al begonnen met 4 avonden in de week. En dat bouwde zich in juli al op naar 5 avonden in de week. Ja. Heb je daar tijd voor? Nou ja, onze vrijwilligers samen natuurlijk. Hè. Maar het heeft mij ook heel veel tijd gekost dit jaar. Ook tijdens deze editie van het Fruitkosser wordt er gelet op duurzaamheid. Steeds meer kossengroepen gebruiken eetbare lijm gemaakt van gelatine. Op die manier proberen we het hele Fruitkosser om te krijgen naar het eetbare lijmgebeuren, zodat fruit ook daarna nog gebruikt kan worden. Het publiek kan stemmen op de mooiste Corso-wagens, maar is vooral aan het genieten van alles wat voorbij komt. De gezelligheid is voor ons echt een dagje uit. We maken er een leuke dag van. Straks, duikers gingen vandaag naar de bodem van het Heerderstrand. En dat deden ze niet voor de lol, maar om zwerfafval op te ruimen. Nou, je ziet het. Plastic, blik, glas. Een hoop statiegeld zou ik zeggen. De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, ligt onder vuur. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, net als andere collega's. Dat meldt de Gelderlander. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, zegt geschrokken te zijn van wat er in het artikel staat en zich niet te herkennen in dat geschetste beeld. Toch zegt het provinciebestuur dat elk geval van sociale onveiligheid er 1 te veel is en dat er onderzoek wordt gedaan. Berends wil zelf tegenover Omroep Gelderland niet reageren. Bij een aanrijding op de Hogelandse weg in Nijmegen is vanmorgen een gewonde gevallen. Rond 9:30 ging het mis. Een van de betrokken voertuigen kwam terecht in de struiken bij een tankstation. De brandweer heeft de auto uit de struiken getakeld. Een gewonde is door ambulancemedewerkers behandeld. De energietransitie gaat op dit moment 8 keer zo snel als een paar jaar geleden. Overal in het landschap zien we grote windmolens en weilanden vol met zonnepanelen erbij komen. Maar tijdens Open Energiedag kan je ze ook van dichtbij bekijken. Dit is een van de turbines van windmolenpark Nijmegen-Betuwe. Eigendom van een coöperatie met zo'n 1800 leden. Dit is ook de plek die door klimaatminister Jette is gekozen om hier Open Energiedag af te trappen. Ja, het is lekker dicht bij huis. Ik woon hier een paar minuten rijden verderop in Ubbergen. Maar dit is ook wel een heel mooi voorbeeldproject over hoe energiecorporaties samen projecten kunnen ontwikkelen. En dat is hoe de klimaatminister het graag vaker zou zien. Een project dat al breed gedragen wordt voordat het überhaupt in de planfase komt. Toch wordt het door de druk op het net steeds lastiger om dit soort parken te realiseren. Het hele gebied Gelderland zit eigenlijk helemaal op slot. Zowel aan de vraagkant als aan de leverkant. Eventuele nieuwe parken moeten dus zoeken naar bedrijven of woonwijken die hun stroom lokaal willen gebruiken. Of wachten tot het netwerk is verzwaard. Wat jaren zal duren. En dan is het technische stuk niet eens de enige uitdaging. Dat zie je hier ook wel rondlopen. Ja, het zijn mensen die, ja, die toch allemaal wat ruimer in hun jasje zitten. En die dat allemaal heel leuk vinden. Maar ja, de mensen die elk dubbeltje om moeten keren, ja, die hebben het echt heel moeilijk. En ook die moeten mee. Het is vandaag World Cleanup Day. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan zwerfafval. In Heerde werd dat afval niet langs de weg gezocht, maar in het water. Duikers zochten daar de bodem af naar troep. Duikpak aan, zuurstoffles om en afvaltas bij de hand. Vandaag gaan de duikers van duikvereniging Q-Diving niet alleen voor hun plezier het water in. Wij doen mee met onze duikvereniging met World Cleanup Day. Dus wij gaan het zwerfafval onder water opruimen. Denk aan blikjes, bierflesjes, waterspeelgoed wat kinderen nog wel eens laten slingeren. Dat is zometeen voor ons. Het Heerderstrand is een populaire recreatieplek, maar dat zorgt er ook voor dat er veel afval in het water terechtkomt. Nou, je ziet het. Plastic, blik, glas. Een hoop statiegeld zou ik zeggen. Scherpe delen. Je zou zeggen plastic doet niet zoveel, maar je kunt hier echt absoluut je voet aan open halen. Ja, er wordt gewoon heel veel in het water gegooid. En dat hoeft niet. Kijk, er zal ongetwijfeld ook restje speelgoed in zitten. Je kan het een kind niet kwalijk nemen als je 5 jaar bent. Je brilletje gaat het water in. Maar ook daar zijn we blij dat we het eruit kunnen halen. Want het is allemaal plastic, het is allemaal afval. Dieren kunnen erin verstrikt raken. Uiteindelijk halen 11 duikers in iets meer dan 1,5 uur een hele hoop afval uit het water. Met hun actie willen ze vooral aandacht vragen voor de enorme hoeveelheid zwerfafval die mensen achterlaten. Maar het voelt natuurlijk ook goed om het water een stukje schoner te maken. Ja, het was super.
slecht zicht op zich, maar voldoende om het afval op de bodem te kunnen vinden. Dus ja, we hebben toch 3 keer ons netje geleegd. Dus tevreden. Zijn we toe aan het weerbericht. Het was vandaag een zonnige dag en vanavond is het nog een lange tijd warm. De bewolking neemt wel verder toe. Later in de nacht volgen vanuit het zuiden enkele buien waarbij lokaal onweer mogelijk is. De temperatuur daalt naar 14 of 15 graden. Morgen kan de ochtend wat tegenvallen met wolkenvelden en verspreid nog een bui. Maar 's middags breekt de zon vaker door en dan wordt het opnieuw warm met maxima tussen de 23 en 26 graden. Vanaf maandag volgt een weeromslag. Dagelijks valt er wat regen en de temperatuur daalt daarbij naar maximaal een graad of 20. Tot slot nog even dit. Een nieuwe flitspaal in Ede blijkt een goudmijn te zijn. Het verhaal leest u op onze website gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Tot zover het Gelders Nieuws. Fijne avond.